Now, I bet that most of us, whether we like it or not, are gender experts. We have very likely been trained from an early age to read those around us, to say Mr. and Mrs., or he and she, correctly, hopefully, to check who comes into the toilet, or other sex-segregated spaces. All the time to look for sexual difference. Hey, van harte gefeliciteerd met deze tentoonstelling. Ik ben hier met Chris Rijken. Jij hebt een prijs gewonnen onlangs, de Photo Pride Award 2012. Mm-hmm. En als ik dat zo bekijk, ik heb je net ontmoet, ik vind je wel heel erg jong. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 21 nu. Ben je autodidact? Ik volg nu de Kunstacademie in Den Haag. Daar studeer ik dit jaar af, als iedereen dat toelaat. Nou, ik denk dat ik al een jaar of 8 aan het fotograferen ben of zoiets. En steeds serieuzer. En dat ik die opleiding ben gaan doen, dat is natuurlijk ook, heeft geen windeieren gelegd. Dus dat... Ik denk dat ze jou wel moeten af laten studeren. Je hebt toch al prijzen gewonnen? Je kan geen tv aanzetten of je bent op de buis? Ja, ik heb dat niet zelf in de hand natuurlijk. En het is ook weer zo dat de leukste en de grootste kunstenaars, die zijn 20 keer van school gekikt, dus je weet het nooit. Maar misschien is het nu anders. Dus misschien moet je het eigenlijk niet afmaken, is wat je zegt. Waar gaat deze tentoonstelling eigenlijk over? Waar gaat het werk wat je maakt over? Deze serie, de Gender as a Performance, zoals die hier hangt, dat gaat over... de maakbaarheid van identiteit en de maakbaarheid van gender. Dus of het iets is wat je, zeg maar, ik ben als man geboren en ik kan daar niks aan veranderen. Dus ik moet altijd stoer zijn, ik moet altijd een broek dragen. En ik moet altijd, weet je, want dat is, ik doe het hier, ik laat het hier alleen in kleren zien. Maar je gaat stiekem ook naar mijn houding kijken of naar mijn haar of naar mijn ogen. Dat of die niet iets vrouwelijker zijn op de ene foto dan... Nou, dat is misschien als we even wat verder lopen. Als we de volgende pakken, want dit is... Ja, is dat dan een vrouw of een man? Nou ja, daarom maak ik dus foto's. Ik ga daar geen uitspraak over doen. Ik vind taal daarin heel verraderlijk, want die zorgt dat alles gelijk vastgepind wordt. Een foto maakt dat jij zelf als kijker moet nadenken van wat zie ik nou? En zodra je het gaat benoemen, kan je zeggen van... Oké, als ik zeg dat dit een man is, waarom heeft hij dan een rok aan? Maar de gezichtsuitdrukking en jouw houding is eigenlijk constant hetzelfde. Hoezo dan transgender? Dan zit er toch niet tussen man en vrouw in, maar dan is het iets statisch ook... Aan de andere kant. De kleding is heel dynamisch, maar jouw houding en uitdrukking zijn heel statisch. Leg dat eens uit. Nou, het woord transgender betekent genderoverstijgend. En ik probeer dus te zeggen, of ik probeer te bereiken, dat je de mens als in essentie transgender kan zien. Want de mens, dat poppetje, wat je telkens in andere kleren hijst, dat kan dus dat geslacht, die man, die vrouw, die hij, die... zij overstijgen, omdat het maar hetzelfde poppetje blijft. Beschouw jij jezelf als transgender? Als gender overstijgend? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ben mijzelf, ik ben het poppetje hier. Ik bedoel, het gaat natuurlijk wel over mij, want ik maak dit werk. Maar het is niet dat ik ontzettend naar mezelf op zoek ben in dit werk. Het is, want het lijkt op een ego-document, dus precies dat. Dus het lijkt alsof het heel erg over jou gaat. Maar je zegt dat is misschien niet waar. Misschien gebruik ik mezelf als dat poppetje. En is de boodschap waar het om gaat? Of gaat het om jou? Nou, dat deze tentoonstelling zonder mij en zonder dat mensen iets van mij weten kan functioneren, dat betekent dat het niet over mij gaat. Het gaat niet over mijn innerlijke gevoelens, mijn worstelingen, mijn euforie. Dus inderdaad, het gaat over het verhaal, over mijn boodschap. En wat je, ja, welk mens je daarbij bedenkt, dat is in the eye of the beholder, denk ik. De naam Esther Kroon komt bij mij naar boven. Omdat hij ook met de zelfontspanner werkte. En dat was dan wel altijd te zien ook in de foto's. Hè, dat camoufleerde ze ook niet. En jij doet dat misschien nog wel meer in het kwadraat. Want je houdt het, hè, de ontspanner heel duidelijk en zelfverzekerd vast. Heeft dat ook nog een betekenis?
Ja, ik vind fotografie af en toe een beetje oneerlijk. Want de ene heeft de camera vast en de ander wordt een soort van machteloos gefotografeerd. En ik probeer dat te omzeilen door te laten zien dat die persoon hetzelfde keuze maakt. Wanneer die bekeken wordt, wanneer die gezien mag worden. Dus daarom kan je ook zo duidelijk zien dat er afgedrukt wordt. Dus in feite is dit de belichaming van de controle. De controle hebben over jezelf en ook over je gender. Dat is eigenlijk dan de diepere boodschap. Zeg ik het zo goed? Ja, dat is zeker een van de boodschappen die ik er in ieder geval heb ingestopt. Zijn er nog andere boodschappen? Er zijn mensen die hebben iets gezegd over avatars. Dat je op internet kan je jezelf allemaal verschillende vormen geven. Dat is iets wat ook wel heel erg speelt nu natuurlijk. Maar dat ligt ook weer in het verlengde van je kiest zelf hoe je eruit ziet en hoe je je presenteert. Zijn er nog andere voorbeelden die jij hebt vanuit de kunst? Andere kunstenaars die je bewondert? Een heel voor de hand liggend voorbeeld te noemen. Cindy Sherman, ja. Vind ik erg goed. Gaat het om de rauwheid? De eerlijkheid, zoals je dat ook al eerder noemde? Ja, misschien wel. Het gaat zeker om die eerlijkheid, maar ook om die continue vraagtekens bij alles. Want je weet niet meer wat je ziet en je weet ook niet... Het is gewoon wat haar werk bij mij oproept is... Alles waar we naar kijken is een soort van toneelstuk. En kan ik dat namaken? Hoe zit het dan als ik het zelf doe? Snap ik het dan beter? Dat zijn dingen die ik ook, waar ik ook mee over na aan het denken ben. Ja, dus proberen te ontrafelen. Maar ook voor de gek proberen te houden. Dat zit er ook in. Ja, misschien wel een beetje. Maar ik ben niet heel erg... Ik roep niet achter een hoekje zo, haha, grapjes. Weet je, dat is niet heel interessant, vind ik. Maar je moet wel net een beetje... op een ander been gezet worden dan dat je dacht waar je heen ging. Nou ja, mensen die discussie oproepen. Ik vind dat altijd wel interessant. Ik vind iemand als Anyuk Tan vind ik interessant, omdat zij... Ja, ik weet niet wat ze doet en precies hoe dat werkt, maar zij roept overal discussie op. Dat vind ik heel leuk. Zij is ook kunstenares, maar ze is ook journalist. En ze speelt nu net in een nieuwe... Gaat ze in een nieuwe serie spelen. En dat is... Ja, ik vind dat heel, heel interessant, omdat ik denk dat sommige mensen niet uit zichzelf lang genoeg nadenken over dingen. Dus dan heb je een beetje prikkeling nodig, een beetje stimulans, zodat je gewoon wat verder nadenkt over de wereld om je heen. Dat is interessant. Is het dan ook belangrijk voor jou om interdisciplinair te werken, om uit andere vakgebieden te lenen, studeren, filosofie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je namelijk met één discipline een soort van ontzettende oogkleppen opzet. Bovendien ben je, als je fotograaf bent, ben je vaak ook met kleur bezig. Dus je zal ook met schilderijen bezig zijn of je zal met kleurenleer bezig zijn. En als je dit soort werk maakt, dan zullen mensen zeggen van... Goh, moet je niet eens naar theaterdingen kijken en moet je niet eens naar performance dingen kijken. Dus het is allemaal, heeft het connecties met elkaar. En ik vind dat ook heel belangrijk en ik wil ook zorgen dat je daar, dat een foto niet een plat plaatje van kan zeggen van ja, dat is toch een foto. Een laatste vraag. Voor wie maak je deze foto's? Het liefste wil ik dat ze terechtkomen bij die mensen die niet nadenken. Nee, dat is heel cru gezegd natuurlijk. Nee, bij die mensen die dat extra... duwtje nodig hebben. Ja, dat kietelen van je gedachtes. En dan, wat moet dat veroorzaken? Gewoon net iets meer vraagtekens bij. Van ja, maar waarom draag ik als man dan geen hakken? Of waarom vind ik het gek als... Als iemand, als een vrouw in de bouw werkt. Weet je, het is gewoon, het is heel bazaal eigenlijk. Maar ik vind het wel nodig dat er over nagedacht wordt. Dankjewel voor deze mooie antwoorden en voor die boodschap. Dankjewel. But in the repetition, which you can see when you walk around, the styling and the minute details, we could easily get lost.
it becomes harder and harder to distinguish the gender of the model. We make very poor detectives. These photographs I wish to suggest show the potential of queerness in the ordinary, not cute.